stad in het land van Oz. Heks en gollen zwingen erop los. Het is een feest en een dolle boel. Yo, zak maar met z'n allen in je stoel. Vast als een huis. Tja, ik dacht toch echt dat ik het zag bewegen. Zullen wij dat ook maar eens gaan doen? Oh, nou zie ik het. Het zijn die gnoertjes die staan te zwaaien. Ik blijf nog even staan, hoor. Want als die Levina mij thuis kan brengen, is dit de laatste keer dat ik Smaragdstad zie. Ik zou er eigenlijk een schilderij van moeten maken. Zeg, Blaad, je moet wel in dit ritme blijven zwaaien. Ha! Ze blijven zwaaien. Moeten we nu niet buigen? Nee, ik wil best een beetje met me gaan wuiven, maar ik ga niet buigen. Jij boven en onderdanen. Kom je? Straks denken ze nog dat we blijven. Oh, niet zo snel. Eigenlijk hadden jullie achteruit weg moeten lopen. Dat hoort bij een koning. Nou, en toen heb ik hem dus verteld dat er grenzen zijn. En dat had ik beter niet kunnen zeggen. Zitten we weer zonder koning? Jawel, maar jij hebt de deur in het slot laten vallen. En wie heeft er de sleutel? Dan jij weer. Als ik jou was, zou ik maar voor hem uitlopen. Hé, jongens, is het niet zo dat een koning gedragen moet worden? Dan kan ik alles een beetje van bovenaf bekijken. Je kunt de boom in. Heb ik aan gedacht, maar die kan weer niet lopen. Ik lijk wel een zeil, ik vang alle wind. Kan Blikkie niet beter voorop lopen? Die heeft een veel betere stroomlijn. Dat kost me mijn oliedruk. Hé, wacht eens. Heeft een van jullie de portier nog een fooi gegeven? Oh, vergeten! En ik had nog wel een knoop in mijn zakdoek gelegd. Nou, dan kunnen we maar beter teruggaan. Want straks zul je zien dat hij ons ineens niet meer kent. Als hij ons niet binnen wil laten, zing ik gewoon een liedje. Dan kunnen we langs de artiesteningang. Het is allemaal wel leuk en aardig. Maar ik word natuurlijk wel ineens in het diepe gegooid. Hup, boom, zomaar even koning. Niemand die mij even uitlegt hoe ik precies die linten door moet knippen. Gewoon één voor één. Ik vraag het aan Levina. Die heeft vast meer met dat sceptertje gezwaaid. Wat vind jij ervan, Doortje? Er is maar één oplossing. Zo snel mogelijk naar het zuiden zakken. Als Levina ons niet kan helpen, hebben we in ieder geval de zon nog. Kom op, jongens. Tante Emma, dag oom Hendrik. Willen jullie misschien een beetje slagroom op de koffie? Slaapt ze al? Ze heeft net koffie gezet. Direct begint ze met een recept voor fantasiecake. Het water loopt me al in mijn scharnieren. Als ik dat zo hoor, kan ze hier altijd nog een restaurant beginnen. Nou, dan kan je rustig vergeten, ouwe jongen. Hoezo? Nou, als Levina er terug naar huis kan brengen, dan zien we er nooit meer terug. Heb je daar wel eens aan gedacht, eigenlijk? Ik dacht het niet. Nee. Als we nou eens beginnen met wat langzamer te lopen, dan kunnen we alleen nog maar hopen dat Levina een nepheks is. Slaapzak.
Nou, nee, ik heb nog een begooi en dat kan ik alleen. Lekker geslapen, Doortje. Als een roosje. Mijn wekker is net afgelopen. Ik snap er niks van, maar ik heb helemaal geen trek in ontbijt. Zo? Zou het door de buitenlucht komen dat ik geen honger heb? Het is net alsof ik zo van de Chinees kom. Nou, je had het wel de hele tijd over een rijsttafel. Ik voel me zo vrij als een vogel. Yippie! Konden jullie me nou maar leren hoe ik moet vliegen? Wat een mooi land is dit. We hebben nog niet alles gezien. Ik vraag me af wat de vorm van dit land is. Volgens mij is het rond. Zouden er dan ook natuurlijke grenzen zijn? Bergen of zo? Natuurlijk zijn er grenzen. Maar waar precies, weet ik niet. Je merkt het vanzelf als de mensen ineens anders gaan praten. Aha. Zal ik eens tekenen waar we vandaan zijn gekomen en waar we nog naartoe gaan? Lijkt jullie dat wat, jongens? Ja. Ik teken het alleen maar in rondjes, want vierkantjes heb ik nog niet gehad op school. Nou, dit is Os. Ja. En dan hebben we hier Smaragdstad. Zo. En hoe bevalt uw stad u van bovenaf, sire? Oh, maar waar is mijn paleis dan gebleven? Geen paniek, dit is geen foto. Ik kan natuurlijk niet toveren met dit stokje. Oh, ik dacht even dat ik dakloos was en dan had ik een kasteel moeten kraken of zelf een paleis moeten bouwen. Leuk met een kroon op je werk komen. Mijn werk is heel erg gezond. Ja. Eens even kijken. Hier ben ik op de heks van het oosten geland en toen ben ik langs de gele weg naar Smaragdstad gewandeld. Hoe gaat zo'n streep ook alweer? Oh ja, best moeilijk zeg. Dus dit is nou een rondje. En daar is ook de plek waar ik jou ontmoet heb in het maïsveld, weet je nog? Oh, ik ben niet gek. En dan is hier dat bos waar we Blikje hebben gevonden. Ha, en zonder ons stond je daar nou nog. Ja, maar dan wel met een roestbruin pakkie. Hoe heeft Roesel onze stuip op het lijf gejaagd? Het ziet er wel eng uit, maar je hebt niks aan manen. Nee, want die heks van het westen was er helemaal niet bang voor. Als we eerder hadden geweten dat ze niet tegen water kon, hadden we haar zo door de wc kunnen spoelen. Mag ik u dan even voorstellen, de nieuwe koning van de Gnorken. Dan zal ik jouw kasteel er ook maar even bij tekenen. Zo. Blijft er voor mij nog een optrekje over? Een gezellig boomhutje op de hei of zo? Tja, misschien dat de heks van het noorden nog iets voor je heeft. En anders moeten we het aan die Levina vragen. Maar dit plekje is in ieder geval al bezet. Nou, dat was het wel, geloof ik. Zullen we dan maar weer eens gaan lopen, jongens? Want die Levina komt heus niet naar ons toe. Hebben jullie misschien nog vragen over de route of kunnen we de gele weg weer opzoeken? Maar denk je er dan wel aan dat ik dikkere olie nodig heb in mijn lage schaaltjes als het warmer wordt? Natuurlijk. En we moeten ook zorgen dat Lappie niet te veel gaat broeien. Daar krijgt hij maar een heet hoofd van. Wat jammer dat we geen raam bij ons hebben dat we open kunnen zetten. Maar ja, als het echt te warm wordt, moet je gewoon aan een lekker ijsje denken. Wie van jullie wil er voorop lopen? Heeft wel eens iemand tegen me gezegd dat je in zo'n geval aan ijsjes moet denken? Het is anders wel ideaal weer om een beetje uit te duiken. Ik word hier zo zacht van als een stuk chocola in een broekzak. Ik heb nog nooit van mijn leven zo'n zondag meegemaakt. Zullen we even lekker op die rotsen gaan zitten? Daar is tenminste nog wat schaduw. Geen vooruitgang. We komen alleen maar dichter bij de zon. Daar loop ik liever niet zo warm voor. Je moet niet zoveel praten. Daar krijg je het alleen nog maar warmer van. Oh, daar gaan we ook al.
Die boom is zo in de war van die herten dat hij niet meer weet welke kant hij op moet groeien. Hè? Het lijkt wel of hij ruzie heeft met zichzelf. Zou hij soms een beetje verlegen zijn? Het is in ieder geval geen groentje. Hij zal bij ons thuis niet slecht doen als het op ligt. Oh, Toto, we hebben geen tijd om boompje te klimmen. Wat nou? Zag jij wat ik zag? Zeker weten. Die boom knijpt hondjes in het daglicht. Ik zal eens even een hartig woordje met hem spreken. Oh, dat lijkt me niet echt goed voor je gezondheid. In de stam is het misschien wel een goede boom. Wat? Ah. Ja, dat gaat fout. Dat... Laat er onmiddellijk los! Laat me niet kisten door een wandelende tak! Een volhouden doosje! Ik kom er aan! Als we hem nou vriendelijk vragen of hij een worteltje opzij wil gaan. Jij hebt echt geen hersens, jij, hè? Ze zijn te glad om over te lopen. Staan we mooi voor het blok? Kun je hem niet een beetje snoeien, Blikkie? Nou, daar was ik net al mee bezig, maar het lijkt wel of het meteen weer aangroeit. Afleiden! Maar wat zeg je? We zetten hem op de verkeerde tak. Ja, maar hoe? Heb je het nog erg warm in je hoofd? Nee, ik wil gewoon een steentje bijdragen. Ah, ik begrijp precies wat je bedoelt, ouwe jongen. Een steengoed idee, al zegt hij het niet zelf. Hattie! Nou, volgens mij zwaait er wat voor die boom. Hey, maat, hou je takjes thuis. Oh, hey. Oh, we moeten Lampie helpen. Ik liep net zo lekker. Hupsa. Ren nou snel weg voordat hij je weer pakt. Oh, nou, ik word houthakker. Als hij nou maar geen pootjes krijgt. Ik dacht dat op berg en dal altijd hoorngeschal klonk. Ik hoor niks.
is een witte berg omgevallen. Het zijn zoepkoppen op hun kop. Het ziet er niet uit als Levina's kasteel. Niet eens als een bungalowtent. Wie gaat er mee? Ja, dat ken ik wel. Vroeger hadden wij ook zo'n ding op onze slaapkamer gaan staan, maar daar zat er wel een oortje aan. Het is van porselein. Daar heeft tante Emma nog een pop van. Ik ben benieuwd wat daarachter zit. Hier kan maar één ding achter zitten. Dit is natuurlijk weer zo'n plannetje van een of andere nepheks. Hoe kom je daar nou bij? Jammer dat het zo hoog is, anders konden we nog eens een kijkje nemen. Is daar niks op te verzinnen, Droesel? Ik kijk wel even of we met een deur in huis kunnen vallen. Hey Doortje, denk je niet dat het verstandiger is om dat kasteel van Levina te gaan zoeken in plaats van hier een beetje de pot op te gaan? Nou zeg, ik mag toch wel weten wat er in die pot zit? Oh sorry, ik wist niet dat je kwaad werd. Geen ingang te zien, laten we maar weer verder gaan. Ah, is er nou niks te bedenken om boven te komen? Heb je op die school van je nooit hoogspringen gehad dan? Oh, je hebt mee gaan laagvliegen. Ik heb het! Het is zo simpel als wat, we hoeven alleen maar een ladder te maken. Er zit hier genoeg hout in de grond. Bedenk jij nog even hoe we die ladder dan boven moeten krijgen, Blikkie? Ja. Je zou er de spoorwegen trots op kunnen zijn. Hier, moet je opletten wat er gebeurt. Het is gelukt, wat een genie, niet dan? Er heeft zeker weer niemand een verrekijker bij zich. Dit moet je ook van dichtbij bekijken. Ho, laten we de dames niet meer voorgaan. Jawel, ho, maar die regel heeft wel een uitzondering als het om ladders en trappen gaat. Heeft allemaal met etiketten te maken. Ongeloofeloos! Vertel eens wat je ziet! Dit kun je niet navertellen. Hou je een plaatje voor me vrij daarboven? Schitterend! Zie je ook melk en honing? Wel een molen en een watermolentje. Van porselein gemaakt. Zou er iets in de lucht zitten? Hallo, mag ik ook even meegenieten? Pas maar op dat je niet valt. Nou, breek me klomp. Wat doet dat daar allemaal met die herrie? Ons bos is omgekapt. Moordenaar, dan ga je zeker een snelweg aanleggen naar het zuiden. En is dan weer paraat als het gaat. Tessa Perplex. Wat een lawaai. Sorry hoor, ik zet hem wel even recht. Zo. Monsters, indringers, roep het leger voor het te laat is. Oh nee, kijk uit, dit kost me mijn ander heavy. Oh, die zit. Stoppen! Dit gaat veel te ver! Ja, maar waarom bent u nou toch zo licht geraakt? Breng de stukken in stelling, reef de zeilen en zwabber de gangen.
Hey, jullie daar. Hebben jullie nog een laatste wens? Hallo, ik ben Doortje. U hoeft niet bang te zijn, hoor. We willen alleen maar even kijken en dan zijn we zo weer op weg naar het kasteel van Levina. We doen nog geen vlieg kwaad. Oh ja, dat moet je dan maar eens aan die boom vertellen die door dat vriendje van je vermoord is. Vallen! Toto, kom hier. Het is geen speelgoed. Gekwetste. Breng hem naar het noodziekenhuis in Halversterking. Mooie. Wij kloppen niet aan de deur. Hebt u een beetje water voor ons? We hebben zo'n dorst. Ja, daarachter ligt toch wel een meer. Maar drink er niet te veel uit, want dan hebben wij minder. Lekker. Schiet op, de vijand blijft niet op jullie wachten. Houd de flanken gedekt en het kanon gevuld. Vormen die af uit. Blijven lachen en recht in de loop kijken. Richten hoeft niet, jongens. Dit kan niet missen. Als dit nou maar niet uit de hand loopt. De laatste keer dat ik ruzie met porselein heb gehad, liep het niet zo best af met het servies van mijn oma. En nou maar hopen dat Droezel niet te veel met zijn staart zwaait. Dan komen ze misschien nog zonder haarscheurtjes vanaf.